Ruim 70% kiest voor het cremeren. Wat gebeurt er tijdens de crematie? Hoe ziet de oven eruit? En mag je als nabestaande eigenlijk aanwezig zijn bij de crematie? Nou, na een plechtigheid komt de overledene hier terecht. En wat gebeurt er dan? Ja, we zijn hier bij de oven van het crematorium. Na de plechtigheid komt de overledene in een kist hier binnen. Dan hebben we een hefwagen die tilt de kist op en dan plaatsen we de kist hier op deze invoertafel. Hoe werkt dat precies met die oven dan? Ja, nou, je moet je voorstellen, hier staat dan de kist. Voordat de crematie start leggen we een vuurvast steentje met een uniek nummer bovenop de kist. En dat steentje dat gaat mee in het hele crematieproces. En dan later ook bij de verwerking van de as. En uiteindelijk, als mensen over de as gaan beschikken, de nabestaanden, dan zal dat steentje daar ook weer bij zijn. Door dat steentje weten we eigenlijk in het hele proces met wie we te maken hebben. Dus die kist staat hier op die invoertafel. Dan start ik de oven. Die zorgt dat hij op goede temperatuur en luchtdruk komt. Dan is het een druk op de knop. Gaat de deur open. Zal de duwarm de kist naar binnen schuiven. De duwarm gaat terug. De deur zakt naar beneden en dan start het crematieproces. Zijn de nabestaanden daar dan altijd bij? Nee, het is wel een goede vraag. Er is een mogelijkheid. Er zijn mensen die meegaan naar de oven. Niet altijd bij het daadwerkelijke invoeren, hè, dus bij het starten van de crematie. Soms komen mensen alleen even afscheid nemen. Maar er is een mogelijkheid om daarbij te zijn. Hoe gaat dat dan als er dan nabestaanden bij zijn? Gaat dat altijd hetzelfde bijvoorbeeld? Gaan de mensen mee, dan is het een invoerproces en dat hoeft niet zo heel lang te duren. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een Hindoestaans afscheid en daarbij worden voor de oven, bij de oven, altijd nog een aantal handelingen verricht met een open kist voordat de daadwerkelijke crematie kan gaan beginnen. Hoe lang duurt het cremeren eigenlijk? Wij gaan uit van een gemiddelde van ongeveer 1,5 uur. Dus het gaat van de voorkant naar de achterkant. Ja. Het valt in een gat en daar moet het een uur ongeveer moet het een beetje afkoelen. Dan haal ik aan de achterkant van de oven haal ik die resten uit de koelruimte. Dan valt dat in een aspan en de as die komt in een asbus. En dat is uiteindelijk ook een asbus die mensen mee naar huis kunnen krijgen. Al krijgt hij dan een mooie verpakking en een sticker erop.